Wat is de... Je bent niet blij, hè? Nee, weet je waarom? Er ligt een laptop op mijn schoot. En nou wil jij, hè? Ja, zeg maar. Geef me nou mijn plekje. Let op, hè. Ik verplaats hem even naar mijn... Kijk eens, de schoot is vrij. Hoef je nou niet meer. Zit me aan te bedonderen. Hoef je niet meer. Maak ik hem vrij? Hij vindt zo ook goed. Studiovlog. Ik was echt zo blij met alle fantastische reacties op mijn eerste studiovlog. Dus hey, nothing can stop me now, zeg maar. En ik ga vandaag, het is zaterdag zoals ik zei, een nieuwe DER opnemen. Ik heb een leuk idee, dus ik denk dat ga ik gewoon vandaag even doen, want de rest van de week zal ik daar denk ik niet aan toekomen. Het gaat goed met mijn voet. Yay! En gisteren liet Arjan een hele grote boomstam op zijn eigen voet vallen. Dus we strompelden als heepie en heepie zo door het huis. Ik denk zelfs dat zijn grote teen gebroken is. Maar eigenwijs als hij is, denkt hij van niet. Dus we kijken wel even hoe het gaat. Dus ik ben benieuwd als hij straks naar beneden komt hoe dat eruit ziet. Anyway, ik ga gewoon lekker beginnen. Doei! Wat nog even leuk is om te vertellen. Om de week maak ik dus een tutorial. En de ene keer doe ik een filmpje. En de andere keer doe ik een fototutorial. Dus nu ga ik beginnen. Ik heb een idee in mijn hoofd van wat ik wil maken. Mijn favoriete camera heb ik erbij. Wat heb ik voor camera, jongens? Ik weet niet eens. Oh ja, een Nikon. Sorry. Een Nikon. Het moet hier ook ergens staan. Nikon D5500, voor degenen die het willen weten. Daar maak ik mijn foto's mee en daar film ik mijn filmpjes mee voor mijn online klasses. Maar nu ga ik dus een fototutorial maken en ik neem een klein stukje op voor de vlog. Achter me. En hier gaat het gebeuren allemaal. Je bent lekker bezig voor een nieuwe tutorial. Ik zit hier heerlijk naar buiten te kijken. Jackie. Hi. Hij komt er altijd gezellig even bij. Ik ben nog bezig met mijn tutorial. Moest je erbij? Joi. Moest je erbij, Jack? Ik ben helemaal nat. Je stinkt een beetje. Je stinkt een beetje. Hij komt net van buiten. Oeh, wat kijkt hij boos? Kijkt hij boos? Oh, nog een knuffel, hè? Hallo? Hallo allemaal? Hou je nou gewoon je ogen dicht? En een beetje high class doen? Dat zou ik zelfs niet zeggen. Helemaal high class. Jackie. Ja,
gaat gewoon een beetje zitten slapen op mijn bureau. Wat rustig dan maar. Zondagochtend. En ik heb al de was gedaan. De vaatwasser ingeruimd, uitgeruimd. Al die nare klusjes allemaal. En nu ben ik in mijn studio. En er komt deze vrijdag een... Dus eigenlijk als je dit nu zit te kijken. Een nieuwe tutorial online. Oh, sorry mensen. Een Arduino tutorial hoe je deze Arduino pagina maakt. En dat is een techniek die ik van mijn vriendin geleerd heb, Birgit Koopse. Ken je vast wel, zo niet, nu gaan volgen. Dus ik ga de foto's editen en een blog maken, want het is zondag, dus waarom niet? Doei! Goedemorgen, het is maandag en ik ga zo meteen naar de zaak. Vaak doe ik dat op maandag, de afgelopen weken ging het even niet vanwege die voet. Maar het gaat eigenlijk best wel aardig, dus ik ga zo meteen even naar de zaak. En Jack ligt heerlijk te slapen, Ruben heeft zo meteen online les, dat doet hij daar. En kijk. Jackie. Goedemorgen Jack. Oh. Hi. Goedemorgen. Ik zit me heel zuf aan te kijken. Ik draai even de camera om. Hey Jack. Goedemorgen. Jij bent nog niet wakker. Nee, ik zie het al. Je moet je slapen. Hoor eens. Een lieverde.
goedemorgen. Hele kleine oogjes. Want ik heb heel slecht geslapen. Lang leven de diabetes. Ik heb zo'n sensor op mijn arm. Ik zal hem even showen. Daar zit hij nu met een pleister weer erop. En gisteren nou, kan je je bloedwaarde zeg maar scannen. En gisteravond toen ik naar bed ging, toen deed ik zo. En toen had ik mijn sensor in mijn hand. En het duurt meestal een uur voordat dat ding weer opgeladen is. En ik was zo moe en ik dacht, ja, bekijk het even lekker. Ik ga gewoon slapen, maar dan moet je weer in je vingers prikken om je bloedwaarde te testen. Dan krijg ik geen alarmen 's nachts of ik laag of hoog ga. Dan is het gewoon op de gok gaan slapen en ik zie wel of ik morgen wakker word. En hoe ik morgen wakker word. Nou, ik was dus ontzettend moe vanochtend, dat je je toch zorgen ligt te maken terwijl je dat niet wil. Dat gebeurt gewoon automatisch. Mensen die zeggen, ja, daar moet je gewoon niet aan denken. Ja, zo werkt het niet helemaal. Dus het is nu dinsdag. Ja, het is dinsdag. Ruben is er nog school, die is CITO-toetsen, dus die ging om 6:15 al op zijn fietsie weg. Dus ik was ook al om 6:15 op, vind ik best vroeg. Ik vind 7:00 prima. Maar ik was gisteravond ook nog tot laat bezig met een ander nieuwsbriefsysteem. Ik werk met Mailchimp, dat is nog de gratis versie, maar die is niet te koppelen aan mijn andere systemen zoals mijn webwinkel. En ik werk met Wishlist voor mijn online leeromgeving. Dus nu ben ik via mijn lieve internetman, zeg maar, Leon, die mag ook wel eens een keer een shout-out krijgen. Oh, ik bestook die man altijd met al mijn vragen. Af en toe zal hij echt waarschijnlijk denken, hoe werkt jouw hoofd? Maar dat heet La Posta, dus dat ben ik nu ontzettend aan het testen. Dus weet wel, als je een eigen bedrijf hebt en je bent groeiende, dat er altijd weer nieuwe obstakels op je weg komen. Dingen die werken niet meer goed, die gaan een beetje schuren en zo. En dan moet je andere plannen maken, andere dingen verzinnen, waardoor het weer beter werkt. En dat kost altijd geld, dat is gewoon zo. Dus wat ga ik vandaag doen, want ik zit alweer veel te lang te lullen. Ik ga verder met de illustraties. Ik heb van mijn lieve Marga weer een aantal gedichten gekregen. Dus ik kan weer verder met een illustratie per dag. Dat is mijn doel, dat heb ik natuurlijk helemaal niet, maar ik heb gewoon een doel. En ik was van plan om jullie te laten zien hoe ik mijn stickers maak. Dus van design tot sticker. Maar ik weet niet of dat nog in deze studio vlog gaat lukken. En anders heb je die natuurlijk gewoon te goed voor de volgende keer. En verder heb ik nog van alles op mijn to-do-list staan. Ik weet het niet eens. Ik ga nu gewoon even met een leeg hoofd. Nou niet, want dat borrelt altijd verder. Ga ik een illustratie maken. Oh, en gisteravond bedacht ik iets geniaals in bed. Het was echt zo, ik vond mezelf zo slim. Toen dacht ik, dat is echt geniaal. Opschrijven hoeft niet. Want het is zo geniaal, dat weet ik morgen nog wel. Het is vandaag morgen en ik heb geen flauw idee wat het was. Behalve dat ik nog weet dat ik iets geniaals bedacht had. Dus, als een reminder voor jou, schrijf het gewoon altijd op. Je gaat het niet onthouden namelijk. Ik niet, jij ook niet. Nou, dan ga ik gauw aan de slag. Doei. Kijk eens wie daar is. Hi. Jack komt net van buiten. Gaat lekker met zijn vieze poten op schoot zitten. Hi. Oh, nodig geaaid worden, hè. Even zo. Weet je wat? Oh, ja hoor, klim maar op mijn bureau. Dat is jouw feestje. Hallo. Sorry mensen.
Jack moest even op het bureau. Mijn koffie staat hier nog. Jongen. Ga je goed, Jack? Zo, mensen willen altijd jou zien. Oh, dan zien ze nog niks. Hi. Hallo allemaal. Zo, even mijn bril af. Een beetje rommelig, sorry. Hé, hey. Was je buiten? Hoe was het buiten? Want een lieverd is het, hè? Ja. Hoe was het? Je zit dus wel met je baggerpoot op mijn bureau. Hé, hey. Pokkie. Hé, hey, moppie. Wat zit je te doen dan? Wat ruikt er zo lekker? Moeten we kijken wat er in de la zit? Check. Allemaal mini-albumpjes. Dat rookt lekker. Nee, je kan daar niet in. Nee, Jackie. Ja, wat is dat toch? Hé, niet slopen. Jack. Jack! Goddomme. Kom eens, dat gaat fout. Zo zit je vast. Kom er eens. Oh, je zit gewoon mijn mooie werk allemaal te slopen. Kijk mensen, toen ik nog mini-albumpjes maakte. Kijk dan. Jeetje. Brings back memories. Oeh, oude Refli. Nou ja, jonge Refli. Ziet er toch niet uit, jongens. Nou, oh, dit ziet er nog best goed uit, toch? Hé, hey, hallo. Ja, ik snap dat je nodig erin moet. Zo. Ja. Je bent er nog niet klaar mee, zie ik. Ruikt lekker, hè? Ja. Oeh. Ga maar even een slaapplekje zoeken. Dan kan ik weer even verder werken. Kijk, ziet er ook goed uit, jongens. Hè? Dit, al mijn snoertjes. Ja. Kom er maar bij. Kom maar hier. Hier, een lekker plekje in het zonnetje. Kom maar. Nee, hè. Ja, toch wel. Ja, ga maar. Doe maar. Hier, kijk dan. Wat een luxe. Nog klagen. Check. Ga lekker liggen. Ga lekker liggen. Echt. Oh ja, toch wel, hè. Toch wel, hè. Jo, lekker liggen. Nou. Jeetje, wat doe je boos. Omdat je niet in de la mocht. Jackie. Het is gewoon echt boos. Nou, ga lekker liggen. Ga je lekker liggen? Doe eens lief. Nou, hè. Doei. Kijk, het moet ook niet gekker worden. Wat doe je daar? Ja, dat past niet. Oh, mensen, kinderen, wat is dat nou? Nee. Kom maar, ik ga je er even uithalen. Dat gaat mis, ja. Ezel. Ja. Jack is een beetje stout vandaag.
Wat zit je nou overal in te klimmen? Oh. Ik heb een houder die niet zo handig vasthoudt. Wat is dat? Ja, in mijn kasten. Slopen. Zijn er weer dingen stuk? Oh, heb je maar spijt, hè? Oh, heb je spijt? Jackie, ga je niet meer doen? Nee, dat ga ik niet meer doen. Donderdagochtend en ik zit alvast mijn studiovlog te editen om te kijken welke filmpjes er wel in, welke filmpjes er niet in. En ik moet zeggen, ik heb 99% content van Jack. Dit zie je natuurlijk aan het eind van de studiovlog, dus dat heb je nu al gezien, dat het wel heel veel Jack is. Deze week ben ik gewoon zo druk bezig geweest met computerwerk. Ja, dat is niet zo heel interessant om te filmen. Dan zie je mij natuurlijk alleen maar een beetje achter de computer zitten. Maar ik heb wel echt heel veel bereikt deze week. Ben ik heel blij mee. Wat ik in het begin van de studiovlog zei. Het omzetten van Mailchimp naar LaPost heeft me heel veel tijd gekost. Meer dan een volle dag. Alles aanpassen, teksten aanpassen, linkjes checken. Nou ja, noem maar op. Dat kost gewoon echt heel veel tijd. De tutorials schrijven. Bestellingjes inpakken heb ik niet eens gefilmd. Daar kwam ik gewoon serieus even niet aan toe. Dus ik hoop dat ik je volgende week wat interessante materiaal kan laten zien. Ik hoop dat je nu niet denkt, beetje jammer van die studio vlogs van Rev, want er zit alleen maar Jack in. De grote Jack Show, kan ik het beter noemen. Maar goed, anyway, superleuk dat je weer gekeken hebt. En laat me vooral weten wat je ervan vond, als je maar lief blijft. Anders dan opdonderen, zou Sanne zeggen. Nou, doei!